Hey, ze wisten niet van ophouden. Even naar de kant en tegen papa gezegd van ja, het is zo leuk, ik ga nog een stukje lopen. Nou, daar gaan ze. Luid applaus. Het valt natuurlijk ook aardig op. Twee van die ukkies tussen ervaren en iets minder ervaren lopers. En ze hebben er lekker tempo in, dus ja, waarom niet? Ja, en toch twee fenomenen in spe nu in beeld. Want net was het nog een beetje grappig en leuk en vertederend toen ze een stukje meeliepen. Maar ze houden het wel ontzettend lang vol. En soepel en makkelijk. En af en toe een demarrage, zoals nu het meisje. Voor de grap even het parcours opgegaan om een stukje mee te lopen. En zo de smaak te pakken gekregen dat ze lekker tot het eind door zijn gegaan. Daar zijn ze. Kom eens bij mij, kom eens bij mij. Kijk, hier is de camera. Wij willen allemaal weten, wie zijn jullie? Wie ben jij? Luc en Puk. Luc en Puk, wat hebben jullie ontzettend goed gelopen. Hoe oud zijn jullie? Zes. Zes en? Zes. En waarom deden jullie mee? Want ik zie hier al een hele, hele mooie medaille. Jullie hebben vanochtend de Kids Run gelopen, 1,6 kilometer. Maar je dacht, ik doe even de halve marathon erbij. Ja. En waarom dan? Kijk, we hebben zo'n beetje... Kijk, we hebben een keer zo... Kijk, we hebben heel even daar naartoe gelopen en dan erop gestaan. Nou, maar jullie hebben echt wel heel lang meegelopen, hè? We hebben tot het bos helemaal hierheen gelopen. Maar met wie zijn jullie meegelopen? Wie is dat? Mama. Is dat mama? En mama heeft de halve marathon gelopen. Nee? Hele. Mama heeft de hele marathon gelopen. En wat een steun in de rug. Dat er dan twee van die snoeties staan. Ja, echt super geweldig. Ja, echt super. Ongelooflijk. Heel Brabant zat te genieten van deze twee kids. Iedereen op de parcours op hier. Oh, die twee kleine. Toen kwam er één van mij bij. Ja, geweldig. Maar hoe dit is toch gewoon familie. Dit zijn genen dat kinderen op deze leeftijd al zo kunnen rennen. Ja, echt geweldig. Superleuk. Ja. Hey, maar wat gaan jullie morgen op school vertellen? We gaan het laten zien en vertellen dat we de marathon hebben gelopen. En dan gaan we ook onze medailles laten zien.